Goedendag en welkom bij een nieuwe COVID-19 update. Zoals eerder aangekondigd doen wij in plaats van het COVID-19 journaal een update indien nodig. In deze update gaat de minister van Volksgezondheid Dr. Anders Emmer-Ramadien in op de recente COVID-19 ontwikkelingen in ons land. Nu dat alle maatregelen versoepeld zijn en sporten weer is toegestaan, laat onze gezondheidsminister er geen gras overgroeien, want ook hij heeft zijn favoriete sport weer opgepakt en dat is voetbal. Nou, het is heel belangrijk om in beweging te blijven. En de COVID-restricties, de COVID-maatregelen, die hebben wat betreft sport, hebben we al lang vrijgegeven. Er zijn ook protocollen daarvoor. En uiteraard is het heel goed om te bewegen voor je eigen gezondheid. En dat doe ik wekelijks met een team van mijn medewerkers, met uiteraard vrienden, waarbij we op een veilige manier elke week voetballen en dat is zeker goed voor de gezondheid. Aan de minister vroegen wij hoe de COVID-19 situatie eruit ziet in Suriname nu alle maatregelen versoepeld zijn. Ook blijft hij stilstaan bij het aangepaste inreisbeleid. De COVID-situatie is vrij goed onder controle. We hebben een duidelijke afname gemerkt na de vijfde golf, de Omicron-outbreak. Op dit moment is de situatie dusdanig dat wij hebben besloten als regering, uiteraard op advies van het Outbreak Management Team, om de maatregelen die reeds geruime tijd per presidentieel besluit waren vastgelegd, om die maatregelen op te heffen en aan te passen dusdanig dat wij in een soort van een preparedness mode of een standby mode zijn. En uiteraard is ook het testbeleid, isolatiebeleid en andere belangrijke zaken die rondom COVID-19 speelden, is in een andere fase beland op een andere manier. Zo bijvoorbeeld is het inreisbeleid waar wij voorheen zeiden dat gevaccineerden en ongevaccineerden, althans gevaccineerden met een test binnen moesten komen in Suriname, is dat nu opgeheven. Maar voor ongevaccineerden geldt dat wel nog steeds. Zo is het testbeleid veranderd naar testen pas als de diagnostische criteria, als mensen voldoen aan de criteria voor COVID-19. Dat men dan pas test. En uiteraard, isolatiebeleid hebben we ook afgeschaft. Waarbij wij zeggen, als je COVID hebt op dit moment, COVID zal uiteraard blijven bestaan. Dat wil zeggen dat COVID-19, dat er geen isolatie meer verplicht is. En dat mensen uiteraard wel in contact moeten zijn met hun huisarts als ze dusdanig ziek zijn dat ze ernstige klachten hebben. En daarom is het ook van belang dat men gaat vaccineren. Want wij begrijpen eigenlijk niet dat het vaccineren, en dat zegt tegen heel weinig mensen, dat vaccineren wereldwijd heeft ertoe geleid dat overal in de wereld we hebben gemerkt dat COVID-19 een afname, en uiteraard de ontwikkeling van varianten ook, maar dat COVID-19 vaccins een afname van gevallen hebben veroorzaakt. Dus dat is wat betreft de COVID-situatie op dit moment. Als we naar de rest van de wereld kijken, en met name landen als China, zien wij dat de pandemie nog steeds voor epidemische vormen zorgt en dat er in die landen een zero-policy-maatregeler wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat deze landen nul COVID-gevallen willen hebben, wat volgens de minister haast onmogelijk is vanwege het afschaffen van alle maatregelen. Er zal zeker een outbreak plaatsvinden en zo ook in Suriname. Vandaar dat er nog steeds geadviseerd wordt om te vaccineren. De pandemie is nog steeds gaande. De pandemie, situatie pandemie, wat de WHO heeft afgekondigd in 2020, is nog steeds van kracht. Het is wel waar dat in heel veel landen de pandemie eigenlijk is teruggenomen, dus het aantal gevallen, maar dat het eigenlijk epidemische vorm heeft aangenomen. Zolang de pandemie nog steeds gaande is, betekent het dat je als land
als regering uiteraard in een standby mode moet blijven. Je moet surveilleren, je moet surveillance doen. En op basis van het aantal gevallen, en gevallen welke zullen stijgen of stabiel blijven, wordt eigenlijk de situatie gemonitord. We hebben gemerkt dat bepaalde landen dus inderdaad een zero-covid-policy hebben gehanteerd. Dat betekent dat die landen als doel hebben om nul covid-gevallen in hun land te hebben. Dat is een bijna onmogelijke taak. Zeker kijken naar de bewegingen, met het terugdringen van de maatregelen, dat bewegingen weer op gaan komen. Activiteiten, commerciële activiteiten, evenementen, feesten. Er zullen weer covid-cases ontstaan. Ook in Suriname zal dat gebeuren. Dus voor Suriname moeten wij wel voorbereid op zijn dat wij misschien wel outbreak zullen hebben. We zullen misschien wel een toename merken af en toe van cases. Ik heb gezegd zo net, het vaccineren beschermt tegen de ernstige complicaties. Het vaccineren beschermt tegen ernstige ziekteverschijnselen. Het vaccineren voorkomt dat mensen in een situatie komen dat ze in de intensive care belanden. Dat is het belangrijkste, want we hebben nog geen andere variant of concern aangekondigd gekregen vanuit de WHO. Er is geen variant of concern waarbij je zegt dat er een variant is dat dodelijker is of veel meer schadelijk effectief op de gezondheid van mensen. Dus COVID, zoals we dat nu hebben, met Omicron als voornaamste variant in de wereld, is al zodanig geïntegreerd in de wereld dat je zegt dat Omicron weliswaar wel besmettelijker is, maar als je gevaccineerd bent, de klachten mild verlopen. En dat kan dus eigenlijk gezien worden net als een influenza of een griepepisode. We kennen de mensen met COVID. De mensen die nu COVID krijgen, hebben voornamelijk griepachtige verschijnselen. En het verloopt ook op die manier, ongecompliceerd. Uiteraard hebt u uw huisarts. Dus als u ziek bent door COVID-19, u hebt de klachten, u kunt geswapt worden nog steeds. Maar u moet in contact blijven met uw huisarts. Vooral bij kwetsbare groepen zoals boven 60 jaar, of mensen die diabetes, bekend zijn met diabetes, dus suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht, maar ook nierziekten. Maar ook longziekten, daar zal goed in overleg getreden moeten worden met de huisarts. Snel onder de aandacht gebracht worden van uw huisarts en van daaruit wordt u gemonitord. Dus wij hoeven op dit moment niet het voorbeeld over te nemen van andere landen die een zero-covid-policy hebben, waarbij die landen zeggen wij gaan die lockdown blijven continueren. Wij willen juist gaan naar een stukje herleven van de economie, herleven van die maatschappij. Je merkt het overal dat de mensen blij zijn naar de maatregelen. Zowel opgeheven zijn en dat men weer overgaat tot de orde van de dag. Uiteraard zijn er risico's verbonden, maar daarvoor hebben wij de protocollen van het BOG. De protocollen zijn beschikbaar op de website van het BOG. We hebben gewerkt in de COVID-periode aan meer dan 40 protocollen. 40 protocollen van sectoren, branches, evenementen, noem het maar op. Alles is te vinden op de website bogsuriname.com. En wij geven aan niemand meer toestemming. Het is weer mogelijk om een evenement te organiseren. Maar we verwijzen wel naar de verantwoordelijkheid van de organisatie om de protocollen en de regels die daar zijn opgenomen zoveel mogelijk in acht te nemen. Dus voor het veilig organiseren van evenementen, bezoek de website van het BOG voor de nodige protocollen. Niet alleen voor evenementen zijn er protocollen, maar voor iedereen die weet dat hij of zij in contact komt met grote groepen mensen, zijn er protocollen vervaardigd. Ook de Mohana-maatregelen zijn aangepast. Binnen de samenleving zijn er onduidelijkheden over deze maatregelen, vooral het dragen van een mondkap. Vragen komen binnen als, ben ik nog verplicht mijn mondkap op te doen? Mag ik als winkelier nog mensen weigeren om zonder mondkap in mijn winkel te komen? Minister Amar Amadeen gaat in op deze vragen. Wij hebben het presidentieel besluit gehad waarbij we vanaf het begin hebben gezegd dat het dragen van een mondkap, vooral buitenshuis, verplicht was. En dit advies is altijd een van de eerste adviezen. Het is bekend als de Mohana. Een van de componenten, de Mo, is mondkapplicht. Dat was nog steeds gaande. Bij de laatste wijziging van het presidentieel besluit hebben wij gezegd dat de mondkapplicht overgezet wordt naar een dringend advies. Dat betekent, want als je een plicht zet, dan moeten er mensen zijn die dat ook controleren. Als je het niet op hebt, moet er worden gesanctioneerd. Dat betekent, je kunt worden aangesproken of er wordt een boete opgelegd, etc. Hetgeen ook gebeurd is. We hebben gezegd, het belang van een mondkapplicht is nog steeds heel erg groot.
Het is voor met name groot als u zichzelf wilt beschermen. 2. Als u ziek bent en anderen wilt beschermen. Dus wij hebben de mondkapplicht omgezet naar een dringend advies voor de mondkap. En waar is dat advies ernstig, dus dringend? Dat is namelijk bij indoor, dus binnen gebouwen of op ruimten, waar er een slechte ventilatie is. Dat is nummer 1. Ik neem bijvoorbeeld een typisch Surinaamse supermarkt, waar er bijvoorbeeld wel een koelventilatie is, maar geen open beluchting. Dat is een ruimte waar in principe een slechte beluchting is. En dat kan ervan uitgegaan worden dat het advies vanuit de regering, vanuit het ministerie van Volksgezondheid, dat het wel dringend geadviseerd is dat u uw mondkap opzet als u die ruimte betreedt. Tweede is, op elke plek waar u aanwezig bent en u de afstand van 1,5 meter niet voldoende en verantwoord kunt bewaren, is het ook dringend geadviseerd om uw mondkap nog steeds op te hebben. Het kan u worden aangebevolen, het kan u worden verplicht, dat is omdat het is opgenomen in de protocollen. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat het niet een plicht is vanuit die regering. Het is een besef dat moet ontstaan bij u als burger, u als individu, dat u zichzelf moet beschermen. Want ook al ben je gevaccineerd, je kan nog steeds besmet raken, je kan nog steeds ziek worden, hopelijk niet zo ernstig. Maar als je niet gevaccineerd bent, is de kans natuurlijk veel groter. En de derde optie is, en de derde plek waar je mondkapplicht nog steeds dringend geadviseerd is, is een plek binnen waar er meer dan 50 personen zijn. Dus binnenruimten met meer dan 50 personen, ongeacht als je de afstand kan houden of niet. Dus er zijn wel degelijk plekken waar mensen en organisatoren of eigenaren van bedrijven of noem het maar op, u kunnen zeggen van ik ga u de toegang ontzeggen omdat u uw mondkap moet opdoen. Want hier is er een slechte ventilatie, hier zijn er meer dan 50 personen, hier kan de afstand van 1,5 meter niet bewaard worden. En ik hoor het ook, ik krijg de reacties van velen, de geluiden, dat supermarkthouders bijvoorbeeld mensen nog steeds verplichten om een mondkap op te doen. Ik zou zeggen, we zijn in een uitfaseringsfase. Laten we ook meewerken. Laten we meewerken aan het terugdringen van de cases. Dus laten we niet opstandig zijn en zeggen, nee, het is er geen mondkapplicht meer, dus je gaat het niet opdoen. Het is nog steeds belangrijk. Ik doe het nog steeds. Ik zet het nog steeds op tijdens mijn werk. Vooral als er mensen bij me komen op korte afstand zitten. Of als ik in een plek ga waar er meer dan 50 mensen zijn. Dan zet ik het ook nog steeds op. En dat doe ik gewoon simpel. Omdat wij hebben gezien dat er genoeg onderzoek is geweest. Genoeg wetenschappelijk bewijs is. Dat mondkapjes beschermen. Er is ook een griep. Er is ook een toename van griepgevallen. Het kan ook daartegen beschermen. Dus het mondkap heeft natuurlijk de nodige bescherming. Het zorgt misschien wel voor sommige mensen voor enige comfortproblemen, dat men oncomfortabel is. Laten we nog even doorgaan. Het kan zo zijn dat als de ontwikkelingen gunstig zijn, dat de regering terugkomt op dit advies en dat ook gaat wijzigen. Mocht blijken dat na alle versoepelingen die onlangs door de president zijn aangekondigd, de besmettingen weer toenemen, zal er niet geschroomd worden de maatregelen opnieuw aan te passen. De maatregelen, het presidentieel besluit, dat is gewijzigd. Dat betekent dat de maatregelen, die stringente maatregelen, die strakke maatregelen, zoals een avondklok, zoals, noem het maar op, alle evenementen die verboden waren, et cetera, die zijn nu opgeheven. De president heeft het in een persoonlijke toespraak aan de samenleving ook bekendgemaakt dat wij op scherp staan. Dat betekent dat het moment dat de deskundigen, de epidemiologen en andere werkarmen van het ministerie van Volksgezondheid rapporteren dat er een gevaarlijke trend aanwezig is in het land voor wat betreft COVID-19, dan mag u wel erop voorbereid zijn dat wij de maatregelen kunnen gaan herzien. Maar nogmaals, wij volgen ook de internationale bewegingen, wij volgen ook de ontwikkelingen. We kijken ook, we krijgen rapportage, we zijn lid van de WHO, we zijn lid van de CARFA. Wij krijgen de rapportage regelmatig binnen over variants of concern, variants of interest. Het moment dat wij dat horen, zal het ook gecommuniceerd worden in de samenleving. En uiteraard doe ik een beroep op ieder. Om niet uit te gaan van het opheffen van maatregelen, dat we helemaal losgaan. Er zijn protocollen en er is een verantwoordelijkheid van het individu. Er is een verantwoordelijkheid van een organisatie, van een werkgever, van een werknemer, van iedereen. Elke persoon, elke schakel in die keten
heeft een eigen verantwoordelijkheid. En zo benader ik het ook, een ketenbenadering. We moeten de schakels, iedereen, hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Volksgezondheid, die monitort en rapporteert naar die samenleving, naar de regering. En uiteraard moeten we bereid zijn om rekening te houden dat zolang de pandemie gaande is, we er niet van uit mogen gaan dat het voor altijd nu al goed is voor wat betreft COVID-19. Dus blijf op standby, we blijven op standby en ik roep die samenleving op. U kunt wel een bijdrage leveren om zo lang mogelijk in deze situatie te blijven. Door te vaccineren, door natuurlijk de maatregelen nog steeds op te volgen, door zich te houden aan de protocollen en uiteraard verantwoord om te gaan met uw medemens. Ook het vaccineren is aangepast, zegt de minister. Momenteel is het geïntegreerd in het reguliere vaccinatieprogramma, waarbij men zich nu kan laten vaccineren bij het BOG, de RGD-posten, het zorghotel en bij de medische zending. Laat je vaccineren, want tot augustus zijn er genoeg vaccinaties van het merk Pfizer ter beschikking. Na augustus vervallen deze vaccins. Het vaccineren op dit moment is geïntegreerd, ingebed in onze reguliere vaccinatieprogramma. Dat betekent dat wij nog steeds vaccineren bij het BOG. We vaccineren nog steeds bij diverse RGD-klinieken. Daarvoor is er ook een schema waarbij u dat kunt terugvinden op de Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid of BOG. U kunt nagaan, bij de medische zending wordt er nog gevaccineerd. We hebben ook bij het zorghotel dat er wordt gevaccineerd. Dus er zijn genoeg plekken waar u terecht kunt voor vaccineren. Vaccinatie is heel belangrijk. Ik heb het al gezegd, vaccinatie werkt, het beschermt. En het is ook de tool geweest, met name die tool die ervoor heeft gezorgd dat overal in de wereld nu het aantal gevallen van COVID-19 aan het terugdringen is. En daar, dat hoefde eigenlijk, dat was al bewezen met andere infectieziekten. Ook bij COVID-19 is het gebleken. Uiteraard wil ik een oproep doen aan ieder, ga zoveel mogelijk vaccineren. We hebben op dit moment enorm veel Pfizer-dosis vaccins. Dat zijn ongeveer 218.000 vaccins die we in voorraad hebben. Let wel, en dat is een dringende oproep naar ieder, wacht niet. Wij vaccineren, je krijgt 2 prikjes en een booster. Geluiden gaan op over een tweede booster, die hebben wij nog niet geïmplementeerd. We zijn wachtende op adviezen van de deskundigen. We hebben weliswaar heel veel vaccins in voorraad. Let wel, de expiratiedatum, dus het vervaldatum van vaccins, is augustus 2022. Dat betekent dat we feitelijk nog 5 maanden hebben, pakweg 4 maanden, 5 maanden, om te vaccineren. Na augustus hebben wij nog geen afspraken gemaakt met leveranciers van vaccins, omdat die vooruitzichten verlopen, die ontwikkelingen zijn gaande. Maar we hebben nu op dit moment genoeg vaccins. We hebben ook eens bekend dat wij maar 50% van onze targetpopulatie hebben gevaccineerd. Dat betekent dat 1 op de 2 mensen die u tegenkomt niet gevaccineerd is. En dat is toch nog steeds een dreiging. En daarom zeg ik, probeer elk persoon die gevaccineerd is, probeer 1 persoon, probeer 1 collega, probeer 1 familielid, probeer 1 vriend of 1 kennis of 1 buurman of buurvrouw te motiveren om te gaan vaccineren. Het zal goed zijn voor die persoon, het zal ook goed zijn voor uzelf. Want met het terugkomen van maatregelen, met het terugdringen van maatregelen, gaat u deze mensen weer ontmoeten. U gaat weer in uw sociale netwerken. U gaat weer voetballen zoals ik hier doe. U gaat weer naar de gym. U gaat weer feesten. U gaat weer naar een conferentie. En dat allemaal zal ertoe bijdragen dat wij onze individuele personen, vrienden gaan motiveren. Dat wij een betere vaccincoverage zullen hebben. En dat wij daarmee alleen maar onze beschermingsgraad in het land verhogen. En dat wij kunnen gaan naar normalisatie voor langere tijd. Laat je nog vaccineren en ga er niet vanuit dat het niet meer nodig is, omdat COVID niet meer bestaat. Vooral mensen die willen afreizen naar landen waar het vaccinatiebewijs verplicht is. Voor alle vaccinatielocaties kunt u de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid bezoeken, als ook de website van het BOG. We zijn aan het einde gekomen van deze COVID-19 update. We doen volgende week weer een update waar de minister en de deskundigen het zullen hebben over de zorg. Ik wens u een fijne dag verder. Tot ziens!